even een kijkje nemen in het studentenhuis aan de Van Ittersumstraat 114. We gaan vandaag even een kijkje nemen bij kamer nummer 1, dat is de eerste etage aan de voorzijde van het pand. We zijn hier trouwens gelokaliseerd in Assendorp. Dat is wel even leuk om te vertellen. We zitten namelijk gigantisch centraal hier in Assendorp. Gaan we die kant op, zijn we eigenlijk al gelijk bij het station. Dat is ongeveer zo'n 5 minuutjes wandelen. En gaan we hier de straat in, dan komen we zo meteen bij de supermarkt terecht. En dat is ook maar 2 of 3 minuutjes lopen. Loopt u maar met me, gaan we even binnen kijken. Nou, hier zijn we dan aangekomen in de algemene ruimte. Zoals ik zei, zijn eigenlijk alle ruimtes hier op de eerste etage gevestigd. Er zijn natuurlijk een aantal algemene ruimtes waar je gebruik van maakt in het dameshuis. En dat is de wasmachineruimte. En omdat u in de woonruimte natuurlijk uw eigen badkamer heeft, deelt u alleen het toilet met de andere medebewoners. En hier aan de rechterzijde hebben we de kamer waar het om gaat. En dan gaan we nu eventjes kijken. Zo, dan zijn we aangekomen in de kamer zelf natuurlijk. Wat wel eventjes leuk is, dat heeft u wellicht gelijk al wel gezien, is dat hier een best wel een ruime keuken in de ruimte zit. De keuken die is voorzien van de gasaansluiting, dus je kunt u zelf uw eigen gaskookplaat met eventueel een oven plaatsen. Is natuurlijk voorzien van een inbouwbazemkap en de rest is gewoon kasruimte. Hier aan deze kant hebben we nog plek voor een koelkastje en zoals u hier heeft gezien hebben we nog natuurlijk ruimte voor een leuk eettafeltje. Lopen we eventjes door naar het woongedeelte hier van de woonruimte. Zoals je ziet, ruimte voor wat leuke spulletjes, een bank, dus eigenlijk gewoon een leuk zithoekgedeelte. En dan zelfs ruimte voor een bed en voor een leuke kledingkast. Lopen we nog eventjes door, want we hebben natuurlijk nog een ding gemist en dat is de badkamer. De badkamer is ook niet mis, we hebben namelijk daar een eigen douchecabine in met een eigen wastafeltje. Nou, vindt u dit soort woonruimte nou leuk? Dan kunt u hier natuurlijk altijd even een reactie op achterlaten. Dat kunt u dan doen via onze YouTube kanaal. Of u kunt reageren op de advertentie die we hebben geplaatst op maxhuren.nl. Vindt u onze video's nou leuk? Dan kunt u altijd even subscriben of een like achterlaten. Heeft u nog vragen? Bel ons dan gerust op 088-6299-038. Fijn om te kijken. Heeft u interesse in deze woonruimte? Laat het ons dan eventjes weten via onze website maxhuren.nl. Of bel ons gerust op 088-6299-038.